spirito, avanti sfida de e va cambiando ma cori e la danno un ma cori sì pensa che è schifo che è lo te sa so da che dos io di bad anche la violenza ma es mi libre di di ire da mi nostro mi hinder a ti che tu tu come non mi e mi carinto Silvia. Oh, hinder dat doen. Het is het uiterst moeilijke, giftige, geheime experiment af te ronden. Ja, ja, dat ziet er helemaal uit zoals ik had berekend. Hè. Ja, prima. Eventjes nog verslag. Zoals experiment 73. En het resultaat is 16,2. Ja, dat is ook wel in orde. Ja, welkom. Ik ben jonkvrouw Marguerite de Liedekerke de Rodebeke. Kleine D's, uiteraard. Maar wacht een keer, dames en heren. Jullie zijn hier toch niet om de laatste roddels te horen die verteld worden op de concerten en de bals en de koffiekraantjes, hè? Want daar ga ik niet naartoe. Vraag mij ook niet achter de laatste mode waar mijn vriendinnen zo zot van zijn. Weet ik niets van. Ja, ik flaneer ook wel eens langs de dijk en de pier van Blankenbergen hier met mijn mama. Maar dat is eigenlijk meer om haar een plezier te doen. Mijn hart ligt hier bij de wetenschap en de technologie. Ach ja, dames en heren, we zijn het formidabele jaar 1898. En de laatste tientallen jaren zijn zoveel ontdekkingen en uitvindingen gebeurd. Ikzelf heb gestudeerd aan de Universiteit van Gent, geneeskunde. Ja, ik was pas de vierde vrouwelijke student. Dat heeft wat stof doen opwaaien. Mijn papa, die ook geneesheer is, die heeft mij steeds gesteund. Maar ja. Ja, heel neem. Kijk, het eerste automobiel. Ja, ik weet, dat lijkt een beetje op een koets, hè. Alleen, die paarden zijn weg. En in de plaats zit daar een motor. En dat doet die koets vooruit bewegen. Ongelooflijk, hè. Ja, het is nog heel duur, dus heel weinig mensen hebben. Dat is een brevier. Dat is een geweten. Als ik 's avonds thuis kom, na een dag van hard werken, ga ik daar in mijn zetel zitten en ik lees in mijn brevier en ik kom tot rust. Er komt zo'n kalmte over mij, want dit zijn de woorden van onze lieve Heer die erin staan. Ik zoek hier ook inspiratie in. En dat is feitelijk wat ik vandaag nodig heb. Inspiratie. Kalmte en rust. Inspiratie. Thuis wisten vaak niet voor wat dat dan duurde, dat werd dan de winkel. Ja. De gewone mens kon dat niet dragen. Nee. Dus, ja. Hier is de stek. Ken je nu dan van buiten waar je opgezet? Ja. Ah ja, oké. Okay. Ik was aan het denken van... Mevrouw kan dat ook van buiten, want dat staat op het werk. Ja. En als je genoeg technische tekeningen haalt, een verbinding doen of zo, ja. Ja. Maar normaal uit, thank you.
Kijk hem niet meer in zijn jas. Niet daar, weg voor je. Slim, het staat Trump op. Maar voor je. Voor, recht voor. Met Trump? Ja. Oh.